Voor baantje begin breng ik acteurs van huis naar set met een ontbijtje, koffie en donuts. En als eerste haal ik Arne Toon op, de regisseur van deze film, en breng hem naar bureau Warmoestraat. Ik wilde even zeggen dat ik heel blij ben met de kans. Welke kans? Goedemorgen. Goedemorgen, zeg. Arne Tonen. Hoe is het? Ja, heel goed. Welkom. Ja, dankjewel. Bij de ontbijtservice. Yes. En wat inhoudt dat ik eigenlijk koffie en donuts heb voor jou. Oh. In het teken van baantje het begin. Dag. Ja, daar gaan we gewoon eten hoor. Mensen gaan een hele andere baantje zien dan ze verwachten. Eentje die harder is, maar wel die vertelt waar de kok eigenlijk vandaan komt. Hè? Ik denk dat in de algemene gedachtegoed van de mensen, natuurlijk de oude regisseur, de kok, vertaald door Piet Reumer destijds, nog in een, op hun netvlies hebben geprent. Ja, ik denk dat daarin... Ik vind het tof om te laten zien van, ja, waar komt al die wijsheid van die kerel nou vandaan? Ik bedoel, hij is niet altijd zo wijs geboren. Ja. Of zijn eerste dag op Warmoestraat was hij niet al gelijk de wijsneus. Ja, ik vind het interessant om te vertellen van, hoe is hij zo gevormd? En we gaan terug in de tijd. Het speelt zich af rondom de kroning en de krakersrellen. En in een Amsterdam dat er heel vies en smerig uitzag, naar mijn idee. En ze dacht van ja, daar moeten we wel een soort van moderne kwinkslag geven in de vorm, de stijl, de manier hoe er gesproken wordt, hoe er gespeeld wordt, hoe het eruit ziet. Want jullie hebben de hele stad naar 1980 teruggebracht. Ja, 19, april 1980, ja, nou, een week voor de kroning. De productie is enorm. Je ziet de straten, de wallen, alles gewoon in de jaren 80, 1980. Ja, het is, maar zoals de wallen, ja, daar kun je tegenwoordig gewoon niet meer filmen, joh. Nee. Want er is A, zoveel toerisme, het is een soort van Disneyland voor seks. Ja. Als je daar wil filmen op de wallen, dan ben je meer geld kwijt aan dingen uit beeld halen dan dingen in beeld laten zien. Ja. Dus, en je moet al die pooiers uitkopen en al die hoeren. Ja, dat moet je allemaal uitkopen. Ja. Toen vonden we in Leiden een gracht, ja, die we naar ons idee echt perfect konden omtoveren naar de wallen, de oude Zijdse Voorburgwal 1980. Waar was jij nou? Hey, het is lekker op tijd, Jure. Ik sta een kwartier op te wachten. Is er iets dat ik moet weten? Dankjewel, Arne. Ja, graag gedaan. Succes vandaag. Ja, thanks. Warm. Wow. Super warm. Hey, houden we hem, dank hè? Ja. Doei.